Goedemiddag, Jan Peumans. We hebben daarnet Geert Bourgeois aan het woord gehoord voor de septemberverklaring. Wat zijn uw bevindingen? Ja, dat is wel een simpele vraag, maar het antwoord is natuurlijk niet zo. Ik heb de indruk, tenminste wat ik hoorde, en ik heb goed geluisterd naar de 43 bladzijden die de minister-president heeft voorgedragen, voorgelezen. Dat is dat men op koers zit van datgene wat men vooropgesteld heeft. Waarbij men een aantal sectoren extra inspanningen doet, één. En twee, dat men het derde jaar achter elkaar een begroting in evenwicht heeft. En ik vind een begroting in evenwicht vind ik altijd goed voor degenen die na ons komen. Want begrotingen, we hebben hier op het Belgisch niveau heel slechte ervaring met begrotingen die niet in evenwicht zijn. Met het gevolg dat we a. heel veel interesse betalen en b. ja, dat je bijna geen perspectief ziet. En ik denk deze Vlaamse regering, Zoals ik dat observeer, denk ik dat die binnen haar schema zit. Ja, de Vlaamse regering zit op koers, zegt u. We hoorden heel veel goed nieuws, maar we hoorden geen enkel woord over statiegeld bijvoorbeeld. Meneer Bourgeois had een hele mond vol over de klimaatinvesteringen, over vergroening. Maar ondertussen rijdt er wel 500.000 bedrijfswagens op onze wegen. Is dat niet dweilen met de kraan open? Nu, ik denk dat het klimaatplan hè, wat deze Vlaamse regering voorstelt, dat wil in ieder geval gaan naar vergroening van het wagenpark, één. En twee, wat heel belangrijk is, we willen van de fossiele brandstoffen af. Dat betekent dus geen diesel meer, dat betekent geen benzine meer, dat betekent geen gas meer, dat betekent geen kolen meer. Hè. Daar willen we vanaf tegen 2050. En ik denk dat we wel ten opzichte van degenen die na ons komen, om het zo uit te drukken, wel verplicht zijn om daar de nodige maatregelen in te nemen. Dat is één. Twee, natuurlijk in de septemberverklaring, die bekijkt het altijd vanuit het glas is al half vol. Terwijl ik altijd merk dat de mensen vanuit de media altijd zeggen dat het glas is half leeg. Er is wel degelijk een reden om op de borst te kloppen. Ik denk dat er een aantal inspanningen gedaan zijn. Dus ik zie alleen op het gebied van onderzoek, alles wat met innovatie te maken heeft. Daar heeft men in het begin gezegd, men zou op het einde zorgen dat men die 3% bijvoorbeeld haalt van O&O. De welzijnssector bijvoorbeeld, dat is toch wel enorm welke inspanningen dat daar gebeurd zijn. En aan de andere kant, ja, ik zeg ook zo, wij betalen natuurlijk al veel. Hè. Als je ziet, onderwijskosten in Vlaanderen ongeveer 13 miljard euro. Dat is ongeveer 30% van de begroting die Vlaanderen hier naar voren legt. Ik denk dat wij goed onderwijs hebben, maar dat onderwijs nog beter kan. En ik denk dat deze regering daar wel een aantal maatregelen voor neemt. Maar het is natuurlijk niet allemaal roze geur en maneschijn. De files zijn nog, geloof ik, langer geworden, als ik me niet vergis. Ja, dan zegt men van, ja, we moeten andere mobiliteit nastreven. Dat is natuurlijk niet altijd vanzelfsprekend. Hè. Als ik naar Antwerpen moet, ik doe er 2 uur over met de trein. Dat is natuurlijk ook geen geldig alternatief. Hè. Ik neem maar als voorbeeld. Maar ik denk dat op dat vlak deze regering ja, een bepaalde koers ingezet heeft. Waarvan ze ook trouwens, en ik denk dat de minister-president het wel duidelijk gezegd heeft, in de septemberverklaring, dat het werk niet af is. Nee, het wordt voortgezet de komende jaren. U zelf heeft ook gespeecht, het was kort en krachtig. U doet een oproep voor geloofwaardigheid en onafhankelijkheid. En ik citeer, want de parlementaire democratieën staan onder druk in Europa. Wat bedoelt u daar precies mee? Ja, ik denk dat dat wel, als ik een paar voorbeelden... ik denk dat de voorbeelden bekend zijn. Kijk naar Polen, kijk naar Hongarije, kijk zelfs naar Spanje. Dan vind ik toch dat in Spanje zult u misschien eens graag horen, maar ik vind wat met de Catalanen gebeurt, en ik maak van elk medium gebruik om dat toch aan te klagen, dat mijn vroegere collega Carme Forcadell, dat hij op dit moment in de gevangenis zit, omdat hij zogezegd een rebellie gedaan heeft. Ja, dan denk ik van anno 2018, hoe is dat mogelijk? Als ik kijk naar Orbán, de manier waarop die man op dit ogenblik met Europa omgaat, ja, dat gaat helemaal de verkeerde kant op. Maar loert dat gevaar ook bij ons om de hoek? Ja, ik denk als wij niet voldoende alert zijn ten aanzien van een aantal maatschappelijke problemen die op ons afkomen, dan zal het risico natuurlijk op een of andere manier best kunnen aanwezig zijn. En wat ik eigenlijk heb willen zeggen is, van, het hangt ook van de kracht en de sterkte af van de volksvertegenwoordigers hoe wij met de democratie omgaan. En dat is een oproep die ik trouwens elk jaar doe, omdat ik vind dat, dat volksvertegenwoordigers van een keer eens denken van ja, we laten zoveel mogelijk over aan de regering en wij stappen een stukje terug in de zin van wij controleren wel, maar we zijn niet altijd eigenlijk overtuigd van de inbreng die we hebben. Hè? Wat ook niet vanzelfsprekend is, hè? Maar dat is natuurlijk een ander debat. Maar ik vind dat wij hier, datgene wat wij aan
aan waarden en normen hebben en datgene wat wij hier hebben aan democratie, dat wij dat moeten koesteren. Ja, over die... dat signaal dat moet volgens mij uitgaan van volksvertegenwoordigers. Ja. Over die waarden en normen wou ik het nog even hebben. Vorig jaar heeft u aangedrongen op meer fatsoen, meer respect voor de collega's. Heeft u opgeroepen om niet te veel te tweeten of te retweeten? Is daar gevolg aan gegeven aan die vraag? Nu, ik moet zeggen dat, ik zal u het heel eerlijk zeggen, ik vind mijn teleurstelling op dat vlak, die wordt elk jaar maar groter. Ik heb dat vandaag ook gemerkt. De minister-president die legt aan septemberverklaring af. Die zet een aantal lijnen uit. Je kunt daar voor of tegen zijn. Maar het minste wat je toch kan... De septemberverklaring gaat eigenlijk over alle bevoegdheden van de 9 ministers. Nu, ik heb weer een half rond gekeken. Ik denk weer dat... In het begin was iedereen het luisteren. En ik heb gemerkt dat dat langzaamaan wegviel. En dat er weer een aantal gewoon op hun dingen begint te tokkelen. Eigenlijk niet die moeite doen of het respect opbrengen om te luisteren. Ja. 1. 2. Ik vind... het half rond is eigenlijk een plaats waar volksvertegenwoordigers elkaar ontmoeten. Van mening verschillen. Met elkaar in discussie gaan. Met elkaar in debat gaan. Maar waar je eigenlijk hoort waar andere collega's, ook van je eigen fractie, maar ook van andere fracties mee bezig zijn. Nu, ik heb toen ik van 2004-2009, u kunt dat nagaan, ik was altijd in de plenaire vergadering aanwezig, ook toen ik fractievoorzitter geworden ben in 2007. En ik luisterde naar datgene wat andere volksvertegenwoordigers en die ministers inbrachten. En aan luisteren mankeert het nu, zegt u? Ja, allee, ik bedoel, ik ben net zo goed geïnteresseerd in onderwijs als in welzijn, als in mobiliteit, als in ruimtelijke ordening, als in betonstoppers, ik weet niet wat. Dat zijn toch allemaal dingen die mij als volksvertegenwoordiger in mijn regio aangaan. Hè? Ik heb in mijn regio te maken met mobiliteit, ik heb in mijn regio te maken met onderwijs, ik heb in mijn regio te maken met welzijn. Moet je daar een deskundige in zijn? Nee. Moet je alles weten van al die bevoegdheden die de ministers hebben? Nee, want dat is veel te complex geworden. Maar ik vind als je in het halfrond samen bent, daar ben je eigenlijk om te luisteren wat een ander heeft te vertellen. Maar mensen zelfs die over hetzelfde onderwerp debatteren, die luisteren zelfs niet meer naar elkaar. Ik zie ze dus bijvoorbeeld, ze komen tussen op sprekersstoelte, ze doen zich nog niet de moeite om te luisteren naar wat de minister vertelt. Onmiddellijk begint men weer aan dat ding, dat is toch net hetzelfde, als je onmiddellijk begrijpt men naar dat ding en men begint er onmiddellijk op te tikken. Omdat men denkt dat men, ik weet niet welke belangrijke tweets. En ik vind het debat moet in het halfrond gevoerd worden. Maar als u teleurgesteld bent, waarom dan niet opnieuw een oproep dit jaar? Je luistert er niet naar. Ze luisteren niet naar. Ze vinden dat ik... Ik ben niet tegen de digitale tijdperk, het tegendeel. Zou het een regel kunnen zijn die het Vlaams parlement zou kunnen opstellen? Leg uw sociale dat zou ze onder elkaar moeten, onder elkaar moeten, dat zou ze onder elkaar moeten overeenkomen. Ik verwijs bijvoorbeeld naar het Schots parlement. Daar is niemand die daar tweet of die daar zit op zijn dingen te tokkelen. Die luisteren dan naar elkaar. Uw federale collega, bijvoorbeeld Theo Franke, laat zich graag gelden op Twitter. Ja, ik heb daar mijn mening al over gezegd en ik vind dat men af en toe moet uitkijken van wat men zegt. Hè. En, retweet ook mensen of dingen van mensen van een bedenkelijk allooi, negationisten soms. Dat moet u dan toch heel erg tegen de borst stuiten. Ik lees die niet. U zit niet op Twitter. Ik twitter niet. Ik stuur ook geen tweets of zo heet, hoe heet dat. Ik ben qua Facebook, ik heb een passieve Facebook. Ik doe niet allerlei dingen, liken en wat is het allemaal. Ik doe dat dus heel bewust niet en ik wil dat ook niet doen. Ten meer omdat als voorzitter, en dat is ook een heel duidelijk, moet ik zeggen, dat heb ik heel duidelijk vooropgesteld. Als voorzitter wens ik niet te tweeten, niet te Facebooken, weet ik, Instagram, wat is het allemaal? Om de doodeenvoudige reden, ik vind dat de voorzitter van een parlement, of het nu het Vlaams parlement is of welk ander parlement ook, hij staat boven de partijen. Als je boven de partijen wilt staan, moet je niet beginnen te tweeten over van alles en nog wat. Okay. Want dan stoot ik uiteindelijk sommige mensen tegen de borst die dan zeggen van ja, maar de voorzitter heeft wel een geloofwaardigheidsprobleem, want zijn opvatting over is... Ik ben zelfs al heel voorzichtig als je mij vraagt wat ik van de septemberverklaring ben. Ik doe dat op een heel voorzichtige manier. Ik probeer dat gewoon objectief te zeggen hoe ik dat zie. Maar ik moet van mij niet verlangen als voorzitter. Ik vind ook niet dat een voorzitter dat moet doen. Dat u over van alles nog wat gaat tweeten en zo. Ik vind dat een slechte ontwikkeling. Goed. U gaat uw laatste jaar in als voorzitter. Wat zijn de plannen erna? Oh, ik heb er een stuk of 10. Vertel. Een paar... Ik ga met mijn echtgenoot zangles volgen. Ik heb een zeer goede basstem. Men is op zoek naar bas. Ik kreeg daar straks uw collega Mark van der Loverpost, die in een koor zit wat, hoe heet dat, octaaf zingt.
En die, ja, die optreden in de Elisabethzaal en die kunnen Bas gebruiken, maar Antwerpen is veel te ver weg. Eén, twee, mijn kleinkinderen. Ik ga veel meer met mijn echtgenote doen, want die, uiteindelijk mijn echtgenote, die is, ja, ik denk dat die vanaf 1988, denk, dus dat is een heel tijd geleden, eigen een man heeft gehad die, die heel veel afwezig was. Die enorm dus veel afwezig was. Dus je gaat schade inhalen? Ja, ook mijn kleinkinderen. Ik heb drie kleinkinderen en ik vind dat ik daar ook nog meer tijd aan kan besteden. Ik ga doctoreren aan de Universiteit van Gent bij professor Bruno de Wever. Ik ga... En wat is het onderwerp? De geschiedenis van Vlaams nationalisme in Limburg na de Tweede Wereldoorlog. En dat is een beetje onontgonnen terrein, maar ja goed, dat is nog allemaal... Maar ik heb wel een paar enthousiastelingen, ook volksvertegenwoordigers, die mij daarin willen bijstaan. Wat heb je verder nog? Ja, ik denk dat ik een beetje kookcursus moet gaan volgen. Ik denk dat ik meer ga wandelen. Ik denk dat ik meer met mijn vrouw op reis ga gaan enzovoort. Ja. Ay, er zijn honderden dus, meer dingen. Ja. Hè? Vrijwilligerswerk doen, noem maar op. Er is van alles te doen. Oké, goed. Laatste vraag. Zou Geert Bourgeois een goede opvolger van u zijn? Want hij is 67. Ah, dus dat u stelt dat hij nog 5 jaar voorzitter van het parlement wordt. Bijvoorbeeld? Goh, ik weet het niet. Hij heeft natuurlijk een ander stijl dan ik heb. Hè. Zou je mij zelf moeten vragen? Want het voorzitterschap van het parlement is een heel andere rol, een heel andere job dan minister-president. Hè. Dat is gewoon zo. Hè. Maar ik vond het eigenlijk, alles gezegd, alles bij elkaar vond ik het eigenlijk een, tot nu toe eigenlijk een hele boeiende, afwisselende job. Ja, u maar blikt er met komt een tevreden blik. Ja, ik geef me de vredenheid terug natuurlijk, maar... Op een bepaald moment vind ik, als je 68 jaar wordt, dan vind ik dat je op een bepaald moment moet zeggen, kijk, nu is het goed geweest, nu zet ik er een punt achter. En je kan hier nog eens tot 5 jaar hier in dat parlement hier komen zitten, maar ik heb wel nog de energie, daar gaat het niet over. Maar je moet natuurlijk ook de drive hebben om de job die je doet, om dat kunnen blijven te doen. Hè. Ik heb al de jobs die ik in mijn leven gedaan heb, die duurden gemiddeld altijd 10, 12, 14, 15 jaar. Dus ik ben een paar keer van werk veranderd wat dat betreft. En dat maakt het leven alleen maar boeiender. En ik moet zeggen, ik heb een heel boeiende periode achter de rug als voorzitter van dit parlement. En ik heb dat met veel plezier, met veel overgave, met veel motivatie, met veel creativiteit gedaan. En op een bepaald moment komt daar een einde aan. En ik wil me niet laten buitendragen. Hè. Ik heb heel duidelijk gezegd, ik bepaal zelf wanneer ik stop of niet stop. In schoonheid eindigen. Dank u wel, Jan Peumans, voor dit gesprek.